belangrijk tijdens het wintervissen is dat je zelf warm en comfortabel aan de waterkant zit. Belangrijk is dunne laagjes, onderkleding en daar overheen een goed warmtepak. Matrix heeft een nieuw warmtepak die ideaal is voor de visser die de hele winter door wil vissen. Het Matrix Wintersuit beschikt over een aantal handige viertjes. Waaronder klittenband voor je mouw, waardoor de mouw dichtgemaakt kan worden. Deze handige handschoentjes die in de mouw zitten, waardoor je handen toch redelijk warm blijven. Het pak heeft een hoge waterdichtheid van 5000 mm en een zeer hoog ademend vermogen. Oftewel, het Matrix Wintersuit is het ideale pak om heel de winter mee door te vissen. Wat is een goede winterstek? Een goede winterstek is vaak een stek die in de luwte ligt, vaak in de bebouwing of andere kenmerken heeft zoals een uitstroom of warm water wat erin komt. Dat zijn vaak plekken waar in de winter ideaal is. Diepte is niet altijd belangrijk. Er zijn echt goede winterplekken waar amper een meter water staat, maar vaak liggen die plekken wel in de luwte. Mocht je wel op een diepere winterstek zitten, zoek dan in ieder geval het talud op. Dat zijn vaak de plekken waar toch de meeste vis toehoudt. Zorg er bij het aanvoeren wel voor dat je niet te ver achter het talud aanvoert, waardoor je voer naar beneden rolt. Dus het liefst iets korter aanvoeren dan waar je vist. In de winter gebruiken we ander voer als in de zomermaanden. In de wintermaanden is het water wat kouder, vis gaat wat passiever zijn, waardoor je gewoon wat minder voedzaam voer moet hebben. Ik gebruik vaak gewoon een vorenvoer, dus vaak is dat al niet te grof. Daartoe voeg ik één deel zwarte grond, waardoor het voer donker wordt, zwart wordt, maar tegelijkertijd ook een stuk schraler. Aan het wintervoer voegen we ook nog wat aas toe, waaronder wat dode pinkies, wat kasters, een handje gekiemde hennep, niet te veel. Dit puur ook om die vis weer niet te verzadigen, maar wel op de stek te houden. In de winter kunnen we ook het aas anders op de haak presenteren, waaronder bijvoorbeeld een kaster. 'S Winters is het heel goed soms, vooral voor de vorens, om de haak volledig in de kaster te doen. Dit om zo weinig mogelijk argwaan bij de vorens op te wekken. Het is heel vaak zo, als het slecht is, dat als de haak buiten de kaster is, dat de vis hem haast niet pakt, doe je de haak weer in de kaster, dat je hem inzet, dat hij gelijk ondergaat. Ook de maden kunnen we anders aan de haak bevestigen. Vooral in de winter wil dit nog wel eens goed zijn. Normaal bevestigen we de maaien gewoon aan de onderkant, haak je erdoor. Maar in de winter wil het wel eens goed zijn om de maden dwars aan de haak te doen. Een maden zal nooit recht naar beneden vallen. Een maden valt altijd horizontaal naar beneden. Door de haak dwars op de maden aan te prikken, krijg je hetzelfde effect waardoor de vis minder argwaan krijgt. De volgende tip gaat over haak en elastiekkeuze. 'S Winters vis je met kleinere haken, dunnere lijnen, waardoor je ook een soepelere elastiek moet gebruiken. Een goede elastiek hiervoor is de Solid nummer 4 van Matrix. Dit is de ideale elastiek voor de wintervisserij, vooral op kanalen, omdat het soepel is, waardoor je met dunne onderlijnen kunt vissen. Onderlijnen van 8, 7 en zelfs 6/100ste is geen probleem. Een goede haak voor de wintervisserij is de Superpoolhaak van Matrix. Deze haak is heel dundradig. Heeft een wijde bocht, ideaal om met een kaster te vissen. Ik heb ook goed nieuws voor de feedervissers. Tegenwoordig is deze haak ook op onderlijnen van 1 meter verkrijgbaar voor de feedervisserij. Vooral in de winter, wanneer het secuur moet, perfecte haak. Zoals jullie hebben gemerkt, is de wintervisserij een zeer secure visserij. Wij zitten hier lekker in ons warme pak, maar onder water is het koud en willen we zo dun en zo secuur mogelijk alles aanbieden. We vissen momenteel met een 1/10ste Power Micron hoofdlijn en een 1/800ste onderlijn.
Stel dat het nog wat moeilijker gaat en het wordt nog kouder in de winter, dan schakelen we terug naar 700ste onderlijn tot zelfs 600ste onderlijn. Als dobberkeuze hebben we vandaag gekozen voor een dobber met een ijzer bovenantenne en een ijzer onderantenne. Dit om in de winter bij de minimale aanbeten de maximale beetregistratie te krijgen. Als laatste gaan we door naar de loodzetting. In dit geval gebruiken we een dobber van 1 gram. Die loden we af met een druppelloodje van 0,7-0,8. Daaronder twee loodjes nummer 10. Een eindje verder heb ik een bulkje van twee nummertjes 10. En als laatste tegen de onderlijn één loodje nummer 10. Dit is een heel belangrijk loodje, want dit is het eerste loodje waar de dobber op reageert. Kies deze loodjes niet te zwaar om de weerstand zo klein mogelijk te houden.